Dit is het programma voor vandaag. Ik zal wat toelichten over het doel van de sessie. Ellen, Gerard en Jeroen gaan wat vertellen over die geven een toelichting op de handreiking die ontwikkeld is. Die staat centraal vandaag op het programma. Dat is eigenlijk het grootste onderdeel. En we nemen ook de tijd om per onderwerp een rondje met vragen en opmerkingen te doen. En dan sluiten we om 10 voor 11 af met een wrap-up en hoe verder. Eerst even, hoe zijn we gekomen tot waar we nu zijn vandaag in deze thematafel? Het is de thematafel ontwikkelprincipes zon- en windenergie, zoals we hem hebben genoemd. En daar ging wat aan vooraf, namelijk de conceptressen van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Die zijn in april vrijgegeven voor een online consultatie en wensenbedenkingen door de volksvertegenwoordigers. Nou, voor Noord-Holland Zuid heeft dat 122 online reacties opgeleverd en 210 in Noord-Holland Noord. En alle gemeenteraden, provinciale staten en besturen van de waterschappen hebben wensbedenkingen uit. Nou, die hebben geleid tot een reactienota, zowel voor Noord als voor Zuid, waarin een aantal wijzigingen zijn voorgesteld. De colleges hebben daarover besloten, over de reactienota in december. Maar er waren ook een aantal onderwerpen waar een verder gesprek of een verdere verdieping op nodig was. En daarvoor zijn de thematafels georganiseerd. Nou, u ziet hier rechtsboven de onderwerpen waarvoor thematafels georganiseerd zijn. En de bovenste is dus waarvoor we vandaag bij elkaar zijn. Resultaat van die thematafels zijn divers. Soms zijn het handreikingen, net als waar we vandaag over spreken. Soms gaat het ook over samen kennis ontwikkelen, bijvoorbeeld over warmte uit water of over energieinfrastructuur. En dat alles levert ook weer input op voor de rest die in de zomer ter besluitvorming wordt voorgelegd aan alle raden, provinciale staten en algemeen bestuur van de waterschappen. Nou, specifiek voor onze thematafel voor vandaag. De onderzoeksvraag die voor deze thematafel meegegeven is, was welke algemene ruimtelijke voorwaarden willen we toepassen voor het ontwikkelen van zon- en windprojecten in Noord-Holland, waarbij de focus ligt op effecten op natuur en leefomgeving, omdat heel veel reacties en wensbedenkingen over die onderwerpen gingen. Nou, we zijn gestart in november met een klein gezelschap die ook vandaag aanwezig is van een aantal partijen, waarbij we hebben besproken van welke deelnemers zouden we moeten betrekken bij deze thematafel. Kunnen we een handreiking ontwikkelen met die ruimtelijke voorwaarden en wat is het doel en de aanpak daar dan daarvoor? Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van bestaande voorwaarden, bestaand beleid, bestaande kaders, maar ook bestaande richtlijnen of inspiratie van hoe zou je er nog meer mee om kunnen gaan met inpassing van zonne-windenergie. Dat is in de eerste bijeenkomst op 2 december is dat getoetst. Maar wat ik net al aangaf, een groot aandeel van u was daarbij aanwezig. Er zijn nog wat input is meegegeven. En straks, dus eigenlijk vandaag, wordt de handreiking toegelicht. En Ellen, Jeroen en Gerard zullen ook bij de toelichting aangeven hoe de input van de vorige keer is verwerkt. Dat is even de aanleiding en de context van de toelichting. En ik zou eigenlijk aan Ellen het woord willen geven om te starten met de toelichting op de handreiking. Het gebeurt in 3 blokjes, 3 onderwerpen. En na elk onderwerp doen we even een vragen- en opmerkingenrondje. Dankjewel, Wies. Dan ook welkom. Mijn naam is Ellen Wilms. Ik ben landschapsarchitect bij Touw en werk aan deze thematafel voor het onderwerp landschap. En ik ga even mijn scherm delen om de handreiking te laten zien die tot stand is gekomen in verschillende stappen, ook in overleg met jullie. Nou, als het goed is, zien jullie nu het voorblad. En zoals jullie zien, hebben we aan de rechterkant verschillende tabblaadjes gemaakt met inhoud, natuur, landschap, leefbaarheid en participatie. En we hebben er de laatste dagen nog veel aan gewerkt, maar zodra jullie hem krijgen, zal dit dus klikbaar zijn. Dus dan wordt het een interactief document waarbij je, als je zegt, nou, ik wil meer weten over natuur, hier op natuur kan drukken en dan zit je meteen in het hoofdstuk natuur. En dat maakt het wel makkelijker, want jullie zullen zien dat het alles bij elkaar toch nog wel wat pagina's geworden zijn. En die gaan we ook met jullie doorlopen, zodat jullie weten wat je kan vinden.
Maar op die manier wordt het wel heel hanteerbaar. Nou ja, en het is dus een document. Hier ziet u de inhoudsopgave, waarmee je eigenlijk in een stappenplan kan kijken naar je zoekgebied en naar alle restricties en ook handreikingen van wat is hier nu aan de hand en waar moet ik allemaal op letten. Nou, hier ziet u de inhoudsopgave met die drie blokken natuur, landschap en leefbaarheid. We hebben hier ook nog even wat uitleg gegeven over hoe die pijltjes werken. Nou, dan even het doel van de handreiking. Het is eigenlijk om in een paar stappen te doorlopen om je zoekgebied te concretiseren. En daarbij kom je tegen een overzicht van bestaande wet en regelgeving. Die hebben we rechtopstaand. En leidraden, die dus wat meer een richting geven, hebben we cursief in de tekst aangegeven. En nou ja, waar mogelijk hebben we ook aangegeven waar de ruimte is voor maatwerk naast het overkoepelend beleid. Dat kwam ook naar voren in de vorige sessie. Nou, dan ziet u hier de viewer rechts. De viewer is ook aangepast de laatste weken. Daar zitten nu ook de zoekgebieden zijn aangepast op de wensen en bedenkingen. En ook bijvoorbeeld beschermde stads- en dorpsgezichten zijn aangepast. Dus hij is weer een heel mooi stuk geactualiseerd. En dat is ook nu gebeurd, dus u kunt daar ook naar kijken zometeen. En in dit document zijn verschillende links opgenomen. En bijvoorbeeld de link hier van de Westviewer, die is dan ook actief. Dus dan bent u ook meteen op de kaart. En eigenlijk de kaart en het openen van alle kaartlagen kan met elkaar samen opgaan om te kijken wat er allemaal speelt. Nou, hier is een kleine uitleg gegeven. En dit is een stukje van de legenda van de kaart, waarbij u bijvoorbeeld ziet Natuurnetwerk Nederland. Nou, het mag duidelijk zijn dat uitleg daarover onder het onderdeel natuur te vinden is. En dat als het gaat over bijzonder provinciaal landschap, dat u dan bij landschap kunt kijken voor uitleg. Ja, dit is eigenlijk het hoofdschema van waaruit u eigenlijk op pad kunt om alles nader te verkennen. Dus natuur, landschap, leefbaarheid. En dan komt u bij normen met wet en regelgeving ofwel leidraden ter advies en inspiratie. En er is ook een hoofdstuk omgevingsbetrokkenheid gemaakt waarin staat welke gedragscodes van toepassing zijn op wind ofwel zonne-energie. Dus veel meer over het proces en over de participatie. En dan kom ik bij het hoofdstuk natuur en dan gaat Jeroen verder de toelichting doen. Ja, dankjewel Ellen. Ik zal even mijn scherm delen ook, dat is denk ik handig. Oké. Of jij kan er ook doorheen klikken trouwens. Dat ja, ik kan wel voor jou doorheen. Ja, dat is prima. Nou, hier ziet u het hoofdstuk natuur. Dat hebben we opgedeeld in drie delen. Dat zie je op de volgende slide. Oh, sorry, ik ben weer terug. Je bent weer terug bij af. Ja, dus het hoofdstuk natuur is ingedeeld in drie thema's eigenlijk. Die bestaat uit een toelichting op de wettelijke restricties die voortkomen uit de wet natuurbescherming. Dus dat kunt u ook allemaal in de viewer terugzien, zoals Ellen net zei. Dan een toelichting op de beleidsrestricties, dus dat is, die komen voort uit het provinciaal beleid. En nog een hoofdstuk met raakvlakken en kansen, heb ik dat genoemd. Dat gaat over de mogelijkheden die de energietransitie ook biedt in relatie tot andere transitieopgaven, om het zo maar te zeggen. Ik zal eventjes met u doorlopen. Ik ga niet elke sheet in detail in, maar ik zal even de belangrijkste punten daar uitlichten. De wettelijke restricties, dat gaat echt in op de wetgeving in Nederland zoals we die kennen. Nou, in Nederland zit de natuurwetgeving zo in elkaar dat het eigenlijk uit drie delen bestaat. Beschermde soorten, houtopstanden zijn daarin beschermd en ook de Natura 2000 gebieden. Nou, dat zijn misschien wel bekende gebieden voor u. Ene zal er wat meer bekend mee zijn dan de andere. Uit de vorige sessie, 2 december, kwamen een aantal wat meer algemene aandachtspunten naar voren. Dus die hebben wij hier ook even samengevat. Ik denk een van de meest interessante voor mensen die echt bezig zijn met zoekgebieden is: wacht niet te lang
met het doen van een oriënterend ecologisch onderzoek. De vorige keer werd eigenlijk geconcludeerd van ja, alle zoekgebieden zijn toch wel uniek qua, ook qua natuur. Dus overal speelt weer net wat anders. Dus het is soms lastig om daar algemene ontwikkelprincipes of een handreiking voor te maken. Dus de conclusie was in december van nou, zorg vooral dat je goed op de hoogte bent van wat er in uw specifieke zoekgebied speelt. En gebruik daar ook de lokale specialisten en verenigingen bij. Die hebben vaak veel kennis ook. Dus ik denk eentje die ik even wil uitlichten. Mag je naar de volgende sheet, Ellen? Ja, dan de wet natuurbescherming ten aanzien van de soorten. Dat is een heel uitgebreid verhaal, dus daar ga ik echt heel kort doorheen. Er zijn een heel aantal soorten in Nederland wettelijk beschermd, met allerlei verschillende beschermingsregimes. Uit zo'n oriënterend onderzoek komt vaak naar voren welke soorten dat betreft in een bepaald zoekgebied. Dus het gaat wat ver om er in detail op in te gaan nu. En dat geldt ook een beetje voor houtopstanden. Niet heel ingewikkeld, maar als je te maken hebt met kap van bomen, dan bij een bepaalde omvang, dan heet zoiets een houtopstand. En dan mag je dat niet zomaar kappen zonder het ook weer te herplanten. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Er zijn uitgebreide regels over opgenomen in de omgevingsverordening ook. En er is vaak ook een onderdeel wat in zo'n oriënterend natuuronderzoek getoetst wordt. Of dat speelt of niet. Volgende. Ja, dan de Natura 2000 gebied. Daar wil ik wel ietsjes langer bij stilstaan. Met name omdat de Natura 2000 gebieden zijn aangewezen voor bepaalde soorten vogels en dieren. En bepaalde plantengemeenschappen. Nou, dat is allemaal relatief logisch. Het bevindt zich allemaal in dat gebied. En dat kunt u ook in die viewer terugzien. Er is een klein beetje attentie nodig voor het begrip externe effecten, heet dat. Of externe werking wordt het ook wel genoemd. En dat is best ingewikkeld in de zin dat er ook effect kunnen zijn op zo'n gebied als u zich niet in dat gebied zelf bevindt. Dat klinkt misschien een beetje onlogisch. En dat heeft ermee te maken dat sommige dieren met name heen en weer bewegen tussen het beschermde Natura 2000 gebied en voedselgebieden die daaromheen liggen. En een ontwikkeling, bijvoorbeeld een windpark of een zonneveld, die ervoor zorgt dat bepaalde voedselgebieden die gebruikt worden door die soorten uit Natura 2000 gebied verloren gaan. Nou, daarmee kun je ook een effect veroorzaken, wat leidt tot een wettelijke overtreding van de verbodsbepaling. Dus dat is iets om goed rekening mee te houden, omdat je dus ook buiten zo'n Natura 2000 gebied daarmee te maken kan krijgen. En dat zijn ook weer onderwerpen wat in zo'n oriënterend natuuronderzoek aan bod zal komen. Of dat aan de hand is of niet. En dan moet je er ook rekening mee houden dat dat soms echt tientallen kilometers kan zijn. Sommige soorten vliegen namelijk nogal ver. Van en naar de rustplaats en het voerageergebied. Dus eentje om op te letten, denk ik. Volgende slide ziet Ellen. Nog een aantal aandachtspunten. Het is in principe niet mogelijk om duurzame energieprojecten te laten plaatsen in zo'n Natura 2000 gebied. Er zijn wel wat uitzonderingen mogelijk. Die staan op deze sheet genoemd. Verder denk ik niet dat ik daar in detail op in moet gaan nu. Mochten er vragen over zijn, kan ik die natuurlijk beantwoorden zometeen. Ik denk een belangrijk aandachtspunt bij die Natura 2000 gebieden, dat is een beetje vervolg op dat begrip externe werking wat ik net al vertelde. Dat zijn eigenlijk de effecten door aanvaringen met vogels en vleermuizen. Dat is toch wel eentje die eruit springt als natuureffect. En dat is misschien goed om rekening mee te houden dat komt door twee dingen. Enerzijds door beesten die in seizoensmigratie bewegen. Dus in het najaar naar het zuiden, in het voorjaar weer naar het noorden. En een tweede ding is die dagelijkse vliegbewegingen waar ik het net al even over had. Dat zijn twee echt heel verschillende dingen. En het is ook goed om daar bij een initiatief rekening mee te houden. Vooral omdat met betrekking tot die migratie soms nog wel mitigatiemogelijkheden toepasbaar zijn om door bijvoorbeeld turbines tijdelijk stil te zetten.
Terwijl bij die dagelijkse vliegbewegingen dat lastig is natuurlijk, want dan moet je ze elke dag een paar uur stilzetten misschien. En ik vind het leuk, dat wil ik ook nog even benadrukken, dat ik ben erg blij met de nieuwe input voor de viewer. En ik, Wies kan misschien straks toelichten wanneer dat verwacht wordt. Maar er, er zijn gegevens van die vliegbewegingen en die komen ook in de REST viewer terecht. Dat zijn gegevens van Sovon. Dus dat is erg fijn, want het is best ingewikkeld om wat zicht te krijgen op nou, waar van die belangrijke routes liggen, zal ik maar zeggen. Dus dat wordt binnenkort ook in de viewer opgenomen en dat zou het een stuk makkelijker moeten maken om, ja, om daar een beeld van te krijgen. Ja, dan het tweede hoofdstuk, dat gaat over beleidsrestricties. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. Het Natuurnetwerk Nederland. Weidevogels die onder bijzonder provinciaal landschap beschermd zijn. En ja, ook zoals ik net al zei, die migratie- en vliegbeweging komt ook een beetje terug in het beleid. Gaan we maar naar de volgende slide, Ellen. Ja, Natuurnetwerk Nederland is ook in de viewer opgenomen. Net als voor Natura 2000 geldt hier ook een nee-tenzij regime. Dus in principe zijn geen ontwikkelingen mogelijk. Tenzij er sprake is van groot openbaar belang. Nou, dat is al gauw het geval met duurzame energie. Er geen alternatieven zijn. En de negatieve effecten worden gecompenseerd. Dus dat biedt een kleine mogelijkheid om hier en daar toch in een Natuurnetwerk Nederland gebied iets van een duurzaam energieproject te realiseren. Mits je onder de streep een soort plus voor natuur overhoudt. Dus dat zal vooral interessant zijn voor plekken waar op een wat groter gebiedsniveau gewerkt wordt. Waarbij je zeg maar win-win kansen probeert te benutten. En waarbij je dan hier en daar snipper en verliest wellicht. Zal ik straks ook nog wat op ingaan in het derde hoofdstuk. Ja, dit slaan we even over. Dit gaat ook meer over de... Dit is misschien wel aardig om in de omgevingsverordening, daar zijn ook wezenlijke kenmerken en waarden opgenomen. Dat zijn zogenaamde toetsdocumenten. En die zijn erg handig om te gebruiken als je in de toetsing je afvraagt of er nou een effect is op dat NNN-gebied, ja of nee. Want per gebied is een soort tekstje beschikbaar met daarin alle kenmerken, ecologische kenmerken van zo'n gebied. En daar staat, dat is een handig hulpmiddel bij het maken van zo'n effectbeoordeling. En dan kunt u ook zien wat dat gebied nou zo bijzonder maakt. Volgende slide, Ellen. Deze wil ik er wel even uitlichten. Ook al wel het hier staat bijzonder provinciaal landschap, dan denkt u waarschijnlijk, nou, we hebben toch een apart hoofdstuk landschap. Waarom staat het niet daarbij? Ik heb deze toch opgenomen omdat... vanwege eigenlijk dat onderste zinnetje. En dat is dat weidevogels zijn natuurlijk voor Noord-Holland een bijzondere soortgroep. Er zijn maar een paar provincies in Nederland waar ze in zulke grote aantallen nog voorkomen. En het gaat niet zo goed met weidevogels, dat weten de meeste van jullie denk ik ook. Wat enigszins verwarrend kan zijn, is dat weidevogels onder allerlei regimes beschermd zijn in Noord-Holland. Dus enerzijds onder het Natuurnetwerk Nederland zijn gebieden aangewezen waar veel weidevogels zitten. Ze zitten in het bijzonder provinciaal landschap ook, met name de openheid van die gebieden. En sommige weidevogelsoorten zijn ook nog eens aangewezen onder Natuur 2000 doelstellingen. Dat maakt het niet makkelijker op, realiseer ik me. Maar goed om even rekening mee te houden, denk ik dat weidevogels in verschillende regimes terugkomen. En met name last hebben van het verdwijnen van openheid van het landschap. Dus dat kan zijn opgaande bossages rondom een zonnepark die ongunstig voor ze zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze windturbines die ervoor zorgen dat hun leefgebied verkleint. Dat zijn effecten waar rekening mee moet worden gehouden. En wat dus in al die verschillende regimes kan terugkomen. De volgende slide. Ja, toch nog even terug naar die migratieroutes. Ik had het er net al even over met Natuur 2000 en daar zit ook een bepaalde overlap. Met Natuur 2000. Dus sommige van die migrerende soorten die zijn ook onder de Natuur 2000 doelstellingen beschermd. De meervleermuis is daar een goed voorbeeld van.
maar ook een heel aantal watervogels. Maar toch is het zo dat het overgrote deel van de migrerende vogels niet beschermd is onder Natura 2000. Maar we wel allerlei internationale afspraken hebben gemaakt over die migratieroutes. En u kunt daar op het plaatje een aantal van die routes zien. Die gaan soms helemaal van de Poolgebieden naar West-Afrika. Heel eind vliegen. En wij willen als Nederland onze voor inspannen om die routes ook begaanbaar te houden, om het zo maar te zeggen. Daar zijn een heel aantal internationale afspraken ook over gemaakt. En daar gaat de viewer van Sovon denk ik bij helpen. En u kunt zien dat de belangrijkste routes vooral langs de westkust lopen, langs de IJsselmeerkust. Dus dat zijn plekken waar, nou, als het om windturbines gaat, veel aandacht nodig is voor deze vliegbewegingen. Dus daarom heb ik ze hier onder beleid toch nog even laten terugkomen, omdat het zo is dat niet alle vogels onder Natura 2000 beschermd zijn. En zoals ik al zei, er zijn best heel aardig wat projecten nu al die gebruik maken van de zogenaamde stilstandvoorzieningen. Dus dat molens tijdelijk worden stilgezet op momenten dat veel vogels langskomen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Sommigen maken gebruik van een soort van voorspellende modellen. Anderen doen dat met radarwaarnemingen. Met radar kan je ook grote groepen vogels signaleren. Dus, nou, dat gaat een beetje te veel in details, maar er zijn een aantal projecten op dit moment die techniek aan het monitoren zijn. Dus het is denk ik interessant, als u een project heeft of aan het ontwikkelen bent waarbij dat eventueel speelt, dan kan het handig zijn om die projecten een beetje in de gaten te houden en welke resultaten daaruit komen. Over het algemeen is het opbrengstverlies, want dat is natuurlijk de grote achilleshiel van die stilstandvoorzieningen, is heel beperkt in de orde van 1 of enkele procenten. Ja, dus dat kan wel een game changer zijn, om zo maar te zeggen, als het gaat om locaties die misschien anders moeilijk worden. Volgende slide, Ellen. Nog verder? Ja, je mag naar de volgende. Derde hoofdstuk is denk ik het meest interessante hoofdstuk misschien wel. Die andere twee zijn toch wat droge kost, maar heel handig om denk ik erbij te hebben als je de viewer bekijkt. Dit hoofdstuk gaat wat meer in over de kansen voor natuur die er ook zijn. Want energietransitie is natuurlijk niet de enige opgave die in Nederland te doen hebben, om zo maar te zeggen. Daar gaat dit hoofdstuk een beetje over. Met name ten aanzien van natuur hebben we natuurlijk een biodiversiteit die achteruit holt in Nederland. En daar liggen best wel wat mogelijkheden om en wat raakvlakken die interessant kunnen zijn bij het invullen van de zoekgebieden. Volgende slide, Ellen. Nou, daar is deze cartoon even als grapje opgenomen. Wij zitten natuurlijk vooral met die groene golf. Want we doen die energietransitie om dat klimaatprobleem op te lossen. Maar die paarse golf is er ook nog. Dus we hopen dat dit hoofdstuk een beetje helpt om het blindstaren op de groene golf te voorkomen. Volgende. Nou, en er zijn een aantal ontwikkelingen in Nederland die denk ik interessant zijn om te noemen in dat verband. Eentje is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Er zijn een heel aantal partijen in Nederland die zich daarvoor inzetten. Met als doel gezamenlijke herstel van de biodiversiteit. Nou, waarom is dat nou interessant voor de rest? Nou, een van de succesfactoren die gedefinieerd is in dat biodiversiteitsherstel Deltaplan is het zogenaamde gebiedsgerichte samenwerken. Ze hebben 6 succesfactoren benoemd en dit is er 1 van. Omdat je vaak op gebiedsniveau met verschillende partijen meer kan bereiken op een wat groter schaalniveau. En dat is ook het schaalniveau waarin veel van de RES-projecten zich bewegen, volgens mij. Het gaat vaak niet over 1 perceeltje of een enkele perceeltje, maar je hebt het vaak over een gebied. Dus dat betekent dat die 2 schaalniveaus eigenlijk goed bij elkaar passen. En zoals we op de volgende sheets straks zullen zien, zijn er ook best wel wat mogelijkheden om biodiversiteit te laten meeliften met energieinitiatieven. Dus is het voor de rest ook interessant om het adagium uit de Deltaplan te gebruiken van nou, meer biodiversiteit achterlaten dan je aantreft. Dus dat is meer ter inspiratie. En dat meervoudig ruimtegebruik eigenlijk kunnen we in Nederland zeggen van ja,
We kunnen niet meer verkopen dat we alleen energie gaan realiseren op een bepaalde plek. Zal altijd nodig zijn om een dubbelfunctie of een driedubbelfunctie te proberen te realiseren. En dus daar geeft dit hoofdstuk wat handreikingen voor. Volgende slide. En misschien wel interessant daarbij is het denken in zogenaamde antropogene drukfactoren. En dan ga ik even het plaatje op de volgende sheet gebruiken om dat uit te leggen. Ja, bedankt. Dat komt uit een rapport van de WUR. Ik weet niet of u het kunt lezen, maar rechts ziet u een soort grafiekje met een rood balkje. Dat is de productie van windenergie. En het gaat hier over effecten op in dit geval vogelrichtlijnsoorten. En hoe zwaar die meetellen als storend effect, om zo maar te zeggen. Dus als u bezig bent op gebiedsniveau met een bepaald energieinitiatief, kan het heel interessant zijn om in beeld te brengen welke andere drukfactoren in dat gebied nog relevant zijn voor natuur. Nou, hier kunt u bijvoorbeeld zien dat zo dingen als bemesting of recreatie, waterhuishouding, dat kunnen allemaal effecten zijn die ook al spelen in zo'n gebied. En het kan zo zijn dat, het is natuurlijk appels en peren vergelijken, maar het kan zo zijn dat als een aantal drukfactoren actief verminderd worden of uit het gebied gehaald worden, dat dit ruimte biedt voor nieuwe drukfactoren zoals door energie, windopwek of zonnepanelen. Het is een even iets andere manier van denken, maar het kan zeker op een gebiedsniveau er wel voor zorgen dat je op een wat groter niveau die drukfactoren in beeld brengt en kijkt, nou, kunnen er ook een aantal van die drukfactoren verminderd worden? En dat biedt denk ik wel kansen voor het inpassen van energievormen. Volgende slide, Ellen. We zijn er door. Oh, we zijn er door. Nou, hartstikke mooi. Dan is er nu ruimte voor wat vragen, denk ik. Ja, die zijn er misschien en dan kan ik die aan de hand van de handreiking toelichten. Ik heb een handje van Sayas. Ik heb nog geen vraag in de chat, maar wel een handje. Hallo, ik ben de eerste keer de hand. Goedemorgen allemaal. Ik ben Goedemorgen. Ik had twee praktische vragen. De natuurorganisaties hebben ook een kaart gemaakt met waar in onze ogen wel en geen ruimte is voor wind en zon in Noord-Holland. Daar hebben we al eens over gesproken met de provincie en die zou opgenomen worden in de viewer. Maar is dat gebeurd of is dat niet gebeurd? En als het niet is gebeurd, wat is daar de reden van? Want dat lijkt me wel handig voor ambtenaren, want die kunnen dan meteen zien of de natuurorganisaties enthousiast zijn, gematigd enthousiast zijn of gematigd enthousiast zijn. Ja, ik snap het punt. Ik denk, volgens mij is de kaart, want ik ken hem wel, ik denk dat de kaart als zienswijze is behandeld op dit moment, maar daar kan Wies denk ik wat meer over zeggen. Klopt, ja. Hij zit nog niet in de restviewer, omdat het nu het uitgangspunt is dat de vastgestelde, of eigenlijk de besluiten over de rest, dus de conceptrest en de reactienota en straks de rest 1.0, die worden inzichtelijk gemaakt in de restviewer. En dat is nu de insteek. En op het moment dat er dus nieuwe zoekgebieden bijkomen, dat kan zijn in de rest 1.0, maar dat kan ook zijn in de tussentijd. En daar wordt een besluit genomen over het bevoegd gezag, een gemeente of provincie, of allebei. Dan wordt die opgenomen in de restviewer. Dus die mogelijkheid is er om naast de besluiten over de rest, als er los daarvan nog besluiten zijn over nieuwe zoekgebieden, dat die dan ook toegevoegd worden. Dat begrijp ik niet helemaal, eerlijk gezegd. Het gaat ons over de kaart die we hebben gemaakt als natuurorganisaties. Dat klopt. Ik weet welke kaart je bedoelt. Het is aangegeven, want hier staan we wel achter, hier niet. Ja. En wij zien nog ruimte voor extra. Het is aan de betreffende gemeente zelf om te besluiten of zo'n nieuw zoekgebied die op jullie kaart staat, als zoekgebied wordt aangemerkt. Het gaat mij niet om die nieuwe zoekgebieden. Het gaat mij om de kaart met, we hebben rode, groene en blauwe gebieden. Ja. En daarin staat waar volgens natuurorganisaties wel en niet ruimte is.
Ja, ik snap je vraag. Dus het gaat niet over nieuwe zoekgebieden of alternatieve zoekgebieden. Het gaat gewoon over onze kaart van Noord-Holland, waar we die gebieden hebben ingekleurd, zeg maar. Ja. Is het een idee als we apart eventjes met elkaar overleggen hoe we daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen als je als zeg maar persoon zonder informatie over de rest naar de viewer gaat, dat je dan wel het onderscheid moet kunnen zien van wat heeft echt een status en wat is andere informatie. Dus dat is waar we dan even naar zoeken. Ja. Ik kan me voorstellen, Wies, dat volgens mij rest viewer is misschien raar, want daar staat al het wettelijk vastgestelde overheidsbeleid in. Maar volgens mij zou die wel prima aan dit stroomschema een plekje kunnen krijgen. Maar daar kunnen we inderdaad wel even los nog over wetten. Ja, het raakt wat mij betreft aan het SOVON onderdeel van de viewer, zal ik maar zeggen. Want ik denk dat zal grotendeels gebaseerd zijn. Jullie kaart zij als op vliegbewegingen, verwacht ik. Ja, ook op landschap hoor, maar ook op vliegbewegingen. En landschap wellicht. Ja, dus misschien dat het daar in het stroomschema een logische plek kan hebben. Maar laten we dat inderdaad separaat nog even bespreken. Oké, en nog één vraagje, want dat zoveel onderzoek, is dat ook al in rapport beschikbaar, rapportvorm? Dat weet ik niet, want het is echt allemaal vers van de pers dit. Ik verwacht wel dat het een onderliggend datadocument of iets dergelijks moet zijn, ja. Want, ik denk dat Andrea wat informatie daarover heeft. Ja, die kaart die wordt as we speak opgemaakt en die zou voor het eind van de maand beschikbaar zijn. Maar dat is de gevoeligheidskaart voor zon. Voor wind uiteraard. En daar zitten meerdere kaarten onder, waaronder broedgebieden, trekvogelbewegingen. En dat is dan samengevoegd en heeft kleurtjes gekregen. Er zit wel een disclaimer van onze kant bij, vanuit de vogelbescherming. Maar in principe is dit wel een mooi bruikbare kaart. En die kan dan op restniveau straks ook met GIS-kaarten gedetailleerd gemaakt worden. Maar de disclaimer erbij nog wel is dat het wel altijd gezegd wordt dat ecologisch onderzoek altijd nog gewenst is op kleiner gebied. Maar eind van de maand zou die beschikbaar moeten zijn. Dank je. Ga ik naar de volgende vraag. Renske Peters, een handje. Ja, dankjewel. Ik ben van de Stichting Beschermers Amsterdam, waar ook een van de zoeklocaties is gepositioneerd. Dankjewel voor de presentatie, maar ik sluit ook even aan bij Seijes. Er ligt een soort richtlijn, laat ik het maar zo zeggen, op grond waarvan je met natuur en landschap om kunt gaan over de meest geschikte locaties voor windturbines. En uit de antwoorden begreep ik een beetje de lijn, dat gaat over nieuwe. Nou, dat was dus absoluut niet de bedoeling. Het gaat juist om dat je op het provinciaal niveau bekijkt waar betere en minder goede en geen goede locaties liggen. En dat bracht mij ook op de vraag, ook bij de start, er staat zoeklocaties concretiseren. En dat is natuurlijk toch ook iets anders dan leidt een zoeklocatie die nu op de kaarten staan tot... En dan komen al die regimes voorbij die we net gehoord hebben, ook tot het afvoeren van locaties. Want ik krijg toch een beetje het gevoel, ook bij die regimes, niet van, jongens, we hebben toch met elkaar wettelijk het natuurnetwerk afgesproken, maar eigenlijk moeten we toch nog weer gaan verdedigen voor degene die met een bepaalde zoeklocatie in zo'n gebied te maken, waarom het niet kan of waarom het toch eigenlijk weer wel zou kunnen. Dus ik voel een soort verdedigingsstrategie die je op moet zetten om tegen wettelijke regimes toch aan te geven dat het zou kunnen. Dat is mijn gevoel. Het tweede, als het om landschap gaat, prima, maar ecologische vliegbewegingen. Maar ik mis het woord landschapsbeleving. Sommige gebieden, die neem maar even om de stad, hè, daar praat ik nu ook even uit, waar duizenden mensen even wat rust en ruimte zoeken om de stad en daar toch nog een prachtig landschap, cultuur, historisch, wat dan ook vinden, of weidevogels. Hoe telt dit nu mee? Het is geen wettelijk regime, maar het zijn wel de mensen die het moeten hebben van een stukje lucht rondom de stad. Nou, dan mijn laatste punt.
En dat sluit ook wel een beetje aan op de kaart waar we het net over hebben gehad. En zeker als je het over landschap hebt, dan weten we toch dat landschappen niet alleen maar heel lokaal worden bekeken, maar dat op een regionaal, minstens een regionaal niveau, naar samenhang, landschap en eenheden wordt bekeken. En toch laten we die afweging zeer lokaal plaatsvinden, waardoor eigenlijk het samenhang met het totale landschap uit het oog wordt verloren. En dan denk ik, provincie, met je bijzondere provinciale landschappen, daar zit toch een verhaal achter wat je met het landschap wil. En ik voel iedere keer van, ja, als je daarmee komt, maar energietransitie, dat is nummer één. En als ik het helemaal niet meer kan verdedigen, nou, dan moet ik bekijken. Ik vind de weging of de afweging tussen deze twee eenheden, groen en energie, ja, voor mijn gevoel in een scheve verhouding staan. Dat wil ik even kwijt. Dankjewel. Ja, dankjewel Renske. Ik kan er wel deels wat over zeggen. Ik begin even mee te zeggen dat Ellen zo meteen nog het landschapsonderdeel toelicht. Dus een deel van jouw vragen zal daar nog beantwoord worden, denk ik. Voor wat betreft het natuurdeel is het zo dat zeker het zo is dat bepaalde initiatieven nog kunnen afvallen als uit toetsing nu gaat blijken dat het niet haalbaar is. Maar ik denk dat de handreiking is in ieder geval zo bedoeld dat je het van twee kanten kunt bekijken. Dus aan de ene kant moet die handreiking ervoor zorgen dat mensen die nu nog met zoekgebieden bezig zijn, die nog niet zo concreet zijn, dat die een goede overzicht hebben van welke regimes allemaal gelden en welke restricties allemaal gelden. En daarbij kan ik je verzekeren dat het niet zo is dat we echt aan het zoeken zijn om alle windmolens in het 2000 of in NNN te zetten. Maar ook juist andersom willen kijken naar, nou, is het mogelijk om, daar is dat hoofdstuk 3 ook een beetje voor bedoeld, is het niet mogelijk om met energie ook bijvoorbeeld natuur te creëren? Dat je op die manier een soort win-win probeert te organiseren. En een aardig voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het zonne-eilanden-project, wat in de kop van Noord-Holland aan de IJsselmeerkust speelt. Daar wordt die combinatie echt opgezocht. En dat is weliswaar binnen Natura 2000 gebied, maar daar zijn ze wel aan het zoeken hoe kunnen we die natuurwaarde daar versterken. Dat is nu een relatief saaie, harde dijk, om zo maar te zeggen. Nou, door deels natuureilanden, deels zonne-eilanden aan te leggen, zou het zo kunnen zijn dat je daar een natuurwinst kunt boeken. Dus het gaat volgens mij twee kanten op. En het is ook wel een aardig initiatief. Vind ik zelf rondom Haarlem op een voormalige afvalstort. Die is in NNN terechtgekomen. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar je zou je kunnen voorstellen dat een energie-initiatief op zo'n plek, met een compensatie die plaatsvindt op een voor ecologie gunstiger locatie, best wel tot een win-win situatie zou kunnen leiden. Dus zo moet je denk ik die handreiking ook zien en dat begrip nee tenzij. Dus er zijn gewoon recreatiegebieden in Noord-Holland is misschien ook wel zo'n voorbeeld. Recreatiegebieden hebben niet overal de hoogste ecologische waarde. Dat wil niet zeggen dat we ze dan maar moeten volstampen met zonnepanelen. Maar nou, het kan wel interessant zijn, ook voor natuur, om te gaan kijken van nou, zitten daar plekken in met lagere natuurwaarde en zijn er ook plekken die nu niet in de NNN liggen, die wel hoge natuurwaarde hebben, waar een soort ruilmogelijkheden bestaan waar iedereen beter van wordt. En dat is denk ik een beetje de zoektocht die we willen faciliteren ook met deze handreiking. Ja. Dankjewel, maar nogmaals, het voelt omgekeerd aan. Hè? Ik denk toen de NNN-gebieden, als je toen een handreiking had je gezegd van nou, hier moeten natuurgebieden en nu worden ze op voorhand niet zodanig beschermd. En natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn waar dingen kunnen. Maar op zodanige manier neergezet. Dat hebben we wettelijk hebben van alles voor gedaan. En ingezet. En zullen we ook doen tot de toekomst. Dus dat moet toch tot het uiterste geval. En ik vind het onbegrijpelijk dat die eigenlijk nu op voorhand in zoeklocatie staan. Ik neem aan dat er van tevoren bedacht had kunnen worden dat er wettelijke of provinciale, nou, wat er ook allemaal voor regimes gelden, dat dat een impact heeft hoe je met het landschap omgaat. En ik voel me, maar goed, het is ook een gevoel, in de verdediging om te kijken dat eigenlijk die uitzonderingen, nou ja, dat moet eigenlijk de regel zijn, want, en nogmaals, ik ben niet tegen alternatieven of groene energie, absoluut niet. Maar nou ja, jullie kennen waarschijnlijk ook wel alle bezwaren die er her en der over hagelslag, die over Nederland wordt uitgestrooid.
1 en 2 gebieden waar je nu tot het uiterste moet gaan. Maar dit is gewoon NNN-gebied. Wat zijn we nu van plan? Ja, nou, ik vind dat heel lastig. En dat zal je begrijpen. Dus daar, ja, het punt is helder, Renske. Dank je wel. Ik denk dat het ook goed is dat we even nog naar de benaming van de handreiking moeten kijken. Want concretisering houdt niet in dat het dan ook een vindgebied wordt. Het is eigenlijk het nader onderzoeken van de zoekgebieden. Dus dat moeten we ook nog even naar kijken. Ellen, jij wilde nog reageren op... Ja. En ik heb van Andrea nog een opmerking, dan wil ik door naar het volgende punt. Ja, ik wil nog wel even meegeven dat we in de praktijk zien, bijvoorbeeld de deelregio Alkmaar, daar liggen heel veel zoekgebieden in naar UNESCO, Weidevogelkerngebied, die zijn allemaal afgevallen. Dus in de praktijk wordt het meteen daaraan getoetst en voor de rest 1.0 valt dat af. En dat, eigenlijk is het afvalstort de enige uitzondering die ik nu heb gezien. En ik werk nu voor heel veel gemeenten. Dus dat is misschien een beetje een geruststelling. Nou, in Amsterdam staan ze er nog dik op, in het IJmeer. Oké, ja. Andrea, heb jij nog een korte vraag? Dan gaan we door naar het onderwerp landschap daarna. Nou, ik had in de chat gereageerd op de suggestie van Jeroen over de zonneatollen in het IJmeer. Of in het Wieringenhoek. En Sijas zal het kunnen bevestigen dat de natuurorganisaties die verenigd zijn in de coalitie Blauwe Hart, maar ook de Natuur- en Milieufederatie en Vogelbescherming, fel tegen dat initiatief zijn. Omdat er natuur gemaakt wordt waar al natuur is. En het is een open gebied wat geschikt is voor waar 75.000 toppereenden elk jaar rusten. En waar wij fel op tegen zijn. En dus ik vind het geen goed voorbeeld. Daarentegen hebben wij als organisaties een eigen idee ontwikkeld voor een plan achter de dijk. Waar je ook natuurontwikkeling met zonnepanelen kunt ontwikkelen. Waar je juist natuurwaarden een plus krijgen. En waar je het open water behoudt. En in die zin ben ik het helemaal met Renske Peters eens. Dat je moet eerst alle mogelijkheden onderzoeken waar zon en wind kan komen. En zorgen dat die Natura 2000 en liefst ook die NNN-gebieden eerst uitgesloten worden. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Andrea. Volgens mij betekent dat, want ik ken niet de details van die zonneatollen, maar dat zou betekenen dat op het moment dat je een passende beoordeling gaat doen, dat zou dan nodig zijn, dat je daar niet doorheen komt met een ADC-toets. Dus dat betekent dat zo'n initiatief zal gaan struikelen op het juridische spoor. En zijn inderdaad wellicht veel betere mogelijkheden achter de dijk. Ik zal ook niet de laatste zijn die de energievormen meer in het landbouwgebied ziet. Mag ik hem even overpakken? Maar, want we hebben nu over de wel en niet van zoekgebieden. De bedoeling van vandaag is om de handreiking toe te lichten. Die gaat helpen bij de verdere onderzoeken van de zoekgebieden. Dus het is heel verleidelijk om het over de zoekgebieden te hebben. Maar ik wil hem toch even terugbrengen naar de toelichting op de handreiking. Ja, maar het voorbeeld vind ik gewoon niet geslaagd. Oké, nou dan kijken we daar nog even naar wat we als goed voorbeeld in de handreiking dan kunnen opnemen. Graag. Ja, ik zou inderdaad een ander voorbeeld nemen, want dit is een voorbeeld wat heel veel discussie oproept. Oké, dan wil ik naar Ellen voor de toelichting op landschap. Ja, dan ga ik het scherm weer delen. Zet hem even weer op groot scherm. Nou, ook voor landschap hebben we een aantal pagina's gemaakt. Ja, normaal werken we met heel veel plaatjes, maar nu hebben we toch even gekozen om dat niet te doen. Oh, ik zie dat ik toch even door moet klikken. Ja, nou, dat doe ik even snel. En bij landschap hebben we eigenlijk vijf onderwerpen. We kijken eerst even naar wind en zon in de huidige omgevingsverordening, omdat er toch vaak regels naar boven komen waarvan we denken, waar komen die nou vandaan? En dan is het toch handig te weten dat die dus daar bijvoorbeeld vandaan komen. We kijken naar UNESCO Werelderfgoed. En ja, dat vind je ook in de viewer. We kijken naar Rijks- en Provinciaal Erfgoed. Naar bijzonder provinciaal landschap, maar dan nu de meer landschappelijke beschrijvingen en ruimtelijke kwaliteit.
Nou, hier zien we dat nog even wat verder in het stroomschema. En we zien ook elke keer even een korte uitleg hoe het ongeveer werkt, zo'n beleidsgebied. Nou, eerst maar even kijken naar de omgevingsverordening, het huidig beleid. Daar is natuurlijk een heel document van met ook een viewer erbij. En daar vind je dan, als je wat doorscrollt, de artikelen 6, 27 en 6, 30. En dan zie je regels over de inpassing van windmolens en zonneparken. Maar die worden herzien. Maar bijvoorbeeld voor wind staat daar nu dat eigenlijk zo'n afstandsbepaling nodig is tot gevoelige bestemmingen van 600 meter. En dat je oude moet saneren voor nieuwe. En dat het minimaal 6 turbines zouden moeten zijn. Daar wordt dus na de res van afgeweken. De res is eigenlijk een proces wat tot andere uitkomsten leidt. 6 turbines is gewoon te veel. Die vind je bijna nergens. Dus naar aanleiding van de res wordt dit aangepast. Maar hier komen wel die regels vandaan waar heel veel mensen... Die daarvan gehoord hebben. En kijken we dan naar zon, dan zijn er in de huidige omgevingsverordening ook verschillende regels over dat zon eigenlijk in de buurt zou moeten liggen van het stedelijk gebied. En daar is een heel systeem voor opgebouwd. Er wordt ook verwezen naar de leidraad landschap en cultuurhistorie. En dat is natuurlijk wel heel goed, dat er voor de inpassing van zon wordt gezegd, je moet rekening houden met ambities en ontwikkelprincipes van het toepasselijk ensemble en van de provinciale structuren. Nou, dit gaat dan ook wel iets meer in op die samenhang waar net Renske op duidde. Ook dat je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van een gebied en de kernwaarden en dat je daarop aansluit met het plan. Maar ook hier geldt dat die regels, bijvoorbeeld ten opzichte van de nabijheid van kernen, die zullen worden herzien naar aanleiding van de res. Daarom wordt daar nu ook in de res-zoekgebieden wordt dat ook wel min of meer losgelaten. Dan is natuurlijk sinds oktober vorig jaar dat de omgevingsverordening van kracht is, is ook het bijzonder provinciaal landschap geldig, afgekort BPL. Nee, dat beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden. Kunnen verschillende kernkwaliteiten zijn, ecologisch, zoals de weidevogels waar Jeroen het al over had, of landschappelijk, cultuurhistorisch of aardkundig. Dat geeft ontzettend veel informatie. Het is ook opgenomen in bijlage 6 van de omgevingsverordening. Daar zie je linken naar beschrijvingen. Het werkt hetzelfde als de pagina die Jeroen net liet zien. En daar is heel veel informatie te vinden over die kernkwaliteiten. Via een viewer, het werkt heel prettig. En ruimtelijke ontwikkelingen zoals windmolens en zonneparken mogen de kernkwaliteiten niet aantasten. Dus het is goed lastig om die dan in te passen. Wordt daar wel enige opening voor gegeven voor bijvoorbeeld voor zon in een open gebied. Bijvoorbeeld in de beschrijving van de Haarlemmermeer is aangegeven dat zonnepanelen daar kunnen, mits ze niet hoger zijn dan 1,5 meter. En dat is het Zonnecarré bij Schiphol, waar toch wel 300 hectare voorzien is aan zon. Anders zou dat niet mogelijk zijn. Er is altijd een uitzondering van groot openbaar belang. Zoals die regels, die kennen we denk ik wel. UNESCO Wereld Erfgoed, het geldt voor de Beemster, Stelling van Amsterdam en de Nieuw-Hollandse Waterlinie. In de huidige regelgeving is wind niet mogelijk en zon alleen als het samenvalt met bijvoorbeeld een nutsvoorziening of een weg of een spoorbestemming. Dat is dus goed lastig, alleen zo'n afvalstort zou daar mogelijk een uitzondering op kunnen zijn, denk ik. Er is wel een nieuw afwegingskader in de maak. Dat zal ongeveer maart gereed zijn vanuit 4 provincies. Maar daarna volgt nog een besluitvormingstraject en is het toch ook nog de vraag hoeveel ruimte er gaat komen. Als dat inderdaad tot een andere regelgeving leidt, zal dat verwerkt worden in de verordening. En de Beemster die heeft niet een dergelijk afwegingskader, maar heeft een eigen visie waar ook nu in de huidige situatie aan getoetst wordt. En die hebben we hier ook opgeschreven. Des Beemsters,
Nou, en ook daar ziet u zo'n link dat u daar meteen op uit kunt komen. Nou, en dan hebben we Rijks- en Provinciaal Erfgoed. Bijvoorbeeld de beschermde stads- en dorpsgezichten zijn ingesteld op rijksniveau. Zijn ook te vinden via de link. Nou ja, daar is het zo dat je niet de historische structuur en karakteristiek mag aantasten. Die moet behouden blijven en die kun je vinden in de beschrijvingen. En ook de provincie heeft monumenten en structuren aangewezen. En die is in de viewer te zien. En die wordt ook beschreven in de omgevingsverordening. En een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld cultuurhistorisch waardevolle dijken. En in het proces van de rest is ook vaak gezegd, nee, daar willen we echt geen zon op. Daar gaan we niet mee aan de gang. Nou ja, het monument mag niet ontsierd worden of in gevaar komen. Ja, en dan hebben we nog landschappelijke kwaliteit, wat natuurlijk altijd wel een lastige is. Maar dat is wel heel mooi beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland. Er staan allerlei ensembles in, structuren, de stolpenstructuren. En ook aanbeveling hoe je daar gebieds- en ontwikkelingsgericht mee om kan gaan. Is echt een heel mooi document. Er is het document Kwaliteitsimpuls Zonneparken, wat allemaal handreikingen en aanbevelingen geeft hoe je om kan gaan met zonnepanelen ten opzichte van de verkaveling, ten opzichte van een goed bodemgebruik. Geeft heel veel informatie. Ze geeft daarbij de aanbeveling om altijd een beeldkwaliteitsplan te maken bij de planvorming van een zonnepark. En geeft daarbij ook een proces aan in verschillende stappen. En dan ook de provincie heeft een document opgesteld, het Noord-Hollands perspectief op de regionale energiestrategie, waarin onder andere leidende principes voor de locatiekeuze zijn opgenomen, maar ook ontwerpprincipes. En die kunnen ook bijvoorbeeld, kies liever voor een aantal grote dan heel veel kleine windmolens, of sluit aan op lokale identiteit, zijn voorbeelden van ontwerpprincipes. En dan heeft de commissie MER geadviseerd om alle omgevingsbesluiten, voor alle omgevingsbesluiten een landschappelijk toetsingskader te ontwikkelen. En de adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling, de ARO, daar kan een gemeente ook naartoe om haar plan te laten toetsen. En ik heb al een voorbeeld gezien van de Haarlemmermeer. Zij heeft dat zonnecarré voorgelegd aan de ARO. Zijn mensen met verschillende achtergronden en die hebben daar toch ook nog hele goede tips gegeven om, voor het opstellen van beeldkwaliteitplan. Dus het kan ook gewoon heel prettig zijn om daar langs te gaan om even bij een groep deskundigen te klankborden. Ja, dan ben ik door dit stukje heen. Dus dan is er weer even ruimte voor vragen. Dankjewel, Ellen. Er waren wat vragen in de chat over de regelgeving, van, met name over de provinciale regelgeving in relatie tot de ressen. Renske, zou je kort je vraag nog even, volgens mij is dit deels al beantwoord door Matthijs in de chat, maar als je nog een vraag hebt. Mijn vraag was, er werd aangekondigd dat dingen veranderen in afstand en hoeveelheid. Ik vind het wel een beetje tijd dat de spelregels veranderen, maar in welke richting gaat het en wanneer zien we dat? Want als dit ook er weer dwars doorheen gaat, dan weet ik niet hoe die afweging plaatsvindt. En misschien dan nog toch even extra ook, het zijn allemaal mooie criteria en wettelijke en provinciale leidraden enzovoort. Maar past de provincie nou zelf ook deze leidraden toe over alle gemeentelijke inbrengen heen? Oftewel, welke rol bied je alleen een leidraad voor een gemeente? Of zeg je alles overziende met onze leidraden en onze andere instrumenten die we hebben? Hebben wij ook een mening? Matthijs, mag ik jouw vraag om antwoord geven? Ja, over die eerste. Dus de verordening heeft nu strikte regels die voortkomen uit het vorige beleid. En bijvoorbeeld voor Noord-Holland-Noord kan volgens de verordening gewoon geen windmolen erbij. Dus linksom of rechtsom, als we in Noord-Holland-Noord beslissen om daar windmolens toe te voegen, dan moeten die regels worden aangepast. Maar dan is het natuurlijk spannend in hoeverre als provincie wel of niet dan je huidige regels nog hanteert in de toekomst. En je bent niet de eerste met die vraag, want er is uitgebreid over gediscussieerd afgelopen maanden. En om daar wat meer duiding in te krijgen, hebben we een document opgesteld waarin staat wat we als provincie
toch ook willen terugzien in de nieuwe regels. En daar staan dus ook zaken over landschap, wel of niet lijnopstellingen, beschermingsregimes. Daar kan ik een uur over praten, maar mocht je een keer tijd hebben, is dat document wat ik in de chat zette wel een aardige. Dus daar staat dat opgeschreven. En dat raakt ook wel aan je tweede vraag. Dus als provincie zullen we ons ook, dus de rest gaat uit van bottom-up. Dus probeer voor initiatieven van onderop te laten ontstaan. Maar juist ook die bovenregionale samenhang waar jij ook op doelt, die vinden we vanuit de provincie ook belangrijk. Dus daar proberen we nu op in te zetten. Dat is wel even puzzelen hoe we dat goed doen. Maar waar dat bijvoorbeeld goed gaat is in de Alkmaar zijn we bezig met het bij elkaar brengen van alle zoekgebieden langs de A9. Hetzelfde doen we in West-Friesland en de kop met de A7. Dus zo ontstaan er een aantal regionale ontwerptrajecten als het ware, waarbij we proberen tot samenhang te komen en een bovenlokale visie. Het is nog wel wat puzzelen, maar we zijn er mee bezig, want dat is inderdaad wel een, zeker ook vanuit de provincie, iets wat we belangrijk vinden. Ja, het betekent ook dus dat je over besluiten die de gemeente genomen hebben misschien wel wil ingrijpen. Ja, dus zoals Ellen er straks ook aangaf, is dat ook wel gebeurd. Dus bijvoorbeeld in Alkmaar zijn een aantal zoekgebieden ook echt afgevallen. Waar onder andere omdat we als provincie daar kritisch op geadviseerd hebben, eigenlijk tegen geadviseerd hebben. Dus het is een soort spel waarbij we af en toe ook echt inderdaad zoekgebieden afraden. Maar ook wel proberen mee te denken of misschien kan dat net een paar honderd meter verderop of kunnen we een samenhangend ontwerp maken. Ja. Nou ja, je weet, rondom Amsterdam speelt natuurlijk heel veel nu. Ik wil het niet helemaal over deze regio hebben. Maar het moet natuurlijk wel heel helder zijn hoe de afweging is. En ook voor de burger, hoe dat dan democratisch tot stand komt. En dat moet transparant zijn. En ik denk dat we daar toch ook wel aandacht voor vragen. Om daar een helder proces. En volgens mij, toen je het net had over, er zal een heel document zijn. Maar dat heeft over die 600 meter en die 18 turbines te maken. Maar als het halverwege 300 meter wordt en weet ik veel hoeveel turbines, dan maakt het dus toch wel heel wat uit. Dat dan erin sluipt, terwijl aanvankelijk mensen natuurlijk op een ander been worden gezet. Los van het feit of je daarmee eens bent of niet. En misschien is dit ook weer een bruggetje naar het democratische proces. Zometeen komen we ook nog op leefbaarheid, waar het ook over afstandnormen gaat. Dus ja. Ik heb hem genoteerd, Renske, dat we... De RESViewer geeft ook inzichten uiteindelijk in alle zoekgebieden en alle informatie over de zoekgebieden die er is. Dus dat is dan ook in te zien voor een ieder. Waren er nog vragen over het onderwerp landschap? Want dan kunnen we dan over naar het onderwerp leefbaarheid. En nou denk ik dat Gerard niet aanwezig is. Nee, ik zag hem al dat hij niet aanwezig is, ja. Dan zal ik dat stukje overnemen. Oké. Hij springt er altijd weer terug als ik naar het grote scherm ga. Dat is nou jammer. Moeten we even doorklikken. Leefbaarheid. Nou, we hadden het net al over afstanden van geluid en dergelijke. En dat moet natuurlijk ook ergens geborgd zijn. Dat is het onderwerp leefbaarheid. Dat gaat over geluid, veiligheid, slagschaduw, hoogte en verlichting en ook gezondheid. We zien ook in de ateliers dat er best veel zorgen zijn over gezondheid. En ik heb begrepen dat er vandaag ook een expert bij ons is die ook daar vragen over kan beantwoorden. We gaan gewoon even naar de bladen van de verschillende onderwerpen. Geluid. Voor geluid zijn er zeker handrichtlijnen. Die komen ook uit een... ik ben even niet helemaal voorbereid omdat Gerard... Ik dacht dat Gerard dit zou doen, maar die komen uit een handboek met normen voor grenswaarden. En de norm van 17 decibel mag dus niet overschreden worden. En daardoor zie je dat zien we bij het onderste regeltje, dat bij een windmolen van 3 megawatt... er tot woonkernen een afstand nodig is van 475 meter en bij individuele woningen 198 meter. Maar als je naar een grotere windmolen kijkt, worden die contouren ook groter. Dus dat is allemaal maatwerk, maar die 47 decibel is dus maatgevend voor de geluidsniveaus.
En dat wordt dan omgerekend naar afstanden. Nou, dat gebeurt ook. Bij de verschillende opstellingen wordt dit huiswerk gedaan. Advies van de commissie MER is het toetsen van de hele regio op leefomgevingskwaliteit. Die adviseert om de samenhangende alternatieven op het niveau van de gehele restregio voor de leefomgevingskwaliteit te toetsen aan een globale kaart met de huidige kwaliteit, met name voor geluid. Nou, dat is natuurlijk wel een opgave. Nu zijn er ook recent, komt er meer informatie over laagfrequent geluid. Ik lees het even voor. Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Hoewel ook over andere gezondheidseffecten is gepubliceerd, zijn deze bevindingen bij herhaalonderzoek niet teruggevonden of zijn studies van onvoldoende kwaliteit. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hier wel snel verandering in zou komen in de komende tijd, want ik hoor ook daar veel vragen over. Misschien kunnen we straks nog even naar de expert op dit gebied. Er bestaat geen regelgeving met betrekking tot laagfrequent geluid in Nederland. In 2021 zal het RIVM een advies uitbrengen over welk onderzoek op het gebied van laagfrequent geluid en gezondheid wenselijk is. Dus daar komt wel aandacht voor. Dan zien we veiligheid. Dan hebben we het dus over de mogelijke kans dat een rotorblad afbreekt en neervalt. Dan zijn er dus allerlei contouren aangegeven, ook in een richtlijn van het Rijk, waarin we afstand zien tot bebouwing. En dan zien we links de bron en rechts zien we de afstand tot infrastructuur. We willen natuurlijk ook niet dat zoiets op een spoorweg valt. Dus daar is ook een bepaalde afstand aangehouden. Buisleidingen, hoogspanningsleidingen. En in de praktijk is het vaak wel zo dat dit bijvoorbeeld een hoogspanningsleiding of een waterkering wil nog wel eens dat in een gesprek met de eigenaar dan er toch wel iets meer mogelijk is. En de luchthavens hebben zeer strikte beperkingen ook met hoogtebeperkingen. En ook die zijn in allerlei kaarten terug te vinden. Slagschaduw, daar is ook een infoblad voor van het Rijk. Het is zo dat slagschaduw gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar, gedurende meer dan 20 minuten per dag, kan optreden. En in de rechtspraak wordt vaak een maximale duur van 6 uur gehanteerd. Dus er zijn normen waaraan voldaan moet worden. En dat moet worden uitgezocht als een bepaalde opstelling in gedachten is. Dan moet dit echt specifiek voor een opstelling onderzocht worden en aangetoond worden dat er dus niet meer hinder optreedt dan echt mogelijk, dan mogelijk is. Hoogte en verlichting. Hogere turbines leveren meer energie op, omdat het natuurlijk in de hogere luchtlaken vaker en harder waait. Kleinere windturbines lijken minder impact te hebben, maar er zijn er veel meer nodig voor dezelfde hoeveelheid. Dat is logisch. En het is zo dat bij grotere windparken, daar is verlichting nodig. En dat zit ongeveer boven de 150 meter. Ook daar zijn wel opties om ze tijdelijk uit te zetten, die verlichting, als er bijvoorbeeld als er geen vliegverkeer aankomt. Dus dat kan ook naar meer maatwerk. Nou, gezondheid. Dan zien we nog even terug dat laagfrequent geluid. Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Nou, volgens mij zit hier een stukje overlap in wat we net hadden. En dan lijkt mij het slim dat ik meteen een stukje participatie doe, want dat is volgens mij maar één pagina. En dat we dan overgaan naar vragen. Dus dit is het laatste onderdeel. Er zijn natuurlijk ook allerlei gedragscodes om die omgevingsbetrokkenheid te realiseren. En we zien daar eigenlijk drie belangrijke documenten. Gedragscode Participatie Coalitie Noord-Holland. Nou, dat geeft heel veel
een advies hoe je om kan gaan met draagvlak, met participatie, met vergroting van lokaal eigenaarschap en behoud van natuur en landschap. En zij geven aan hoe een optimaal gebiedsproces eruit ziet voor duurzame energietransitie. Er is ook een Rijksgedragscode Wind op Land. Ook die zet in op communicatie en een goed participatieproces en ook financiële participatie voor mensen uit de omgeving. En er is ook een gedragscode Zon, ook van het Rijk, die ook een aantal adviezen geeft. Zorg voor een zorgvuldige locatiekeuze. Zorg voor goede procesparticipatie, maar ook die financiële participatie. Benader grondeigenaren correct. Heb aandacht voor natuur bij het ontwerp en let ook op het beheer. En zorg dat na het project het formale grondgebruik ook altijd weer mogelijk is. Dus laat de zonnepanelen niet de bodem aantasten. Door een goede lichtinval en waterinval. Zorg voor een bijdrage aan de lokale economie. En meet ook achteraf de resultaten. Monitor ook op natuur en op die grond en die bodemkwaliteit. En stuur bij waar nodig. En dan waren we er doorheen. Dus is er weer ruimte voor vragen? Ja, dankjewel Ellen. Ik zie wat vragen in de chat. Gaat over de... Ik hoor een echo misschien een keer. Gaat over de landelijke opgave van een aantal terawattuur. Volgens mij gaan we dat hier in de handreiking niet oplossen, die discussie. Maar is wel aandacht voor in de media en ook het nationaal programma. Nee. Over het wel of niet halen van de opgave en wat de opgave dan is. Volgens mij is het voor nu fijn om even in te zoomen op de vraag met betrekking tot leefbaarheid. Arco had een vraag, een opmerking dat je het welzijn mist in de tab leefbaarheid. Maar heb je hem helemaal gemist ook in de toelichting van Ellen? Ja, die heb ik helemaal gemist. Kijk, welzijn, daar bedoel ik echt mee van, ja, hoe gaan mensen hiermee om? Hoe kijken mensen hier tegenaan? Het is hier echt allemaal heel formeel gemaakt met richtlijnen. Afstanden, natuur, dat zijn allemaal vastgestelde richtlijnen. Maar kijk, ik woon in het buitengebied. Ik kijk er tegenaan. Ik ben gisteren weer even langs de Wieringermeer gereden. Ja, het doet echt zeer aan je ogen. En dat is niet de kant die wij met z'n allen op moeten gaan. Dus ik mis echt het, zoals in het Engels mooi zeggen, het well-being van de inwoners hier in dit verhaal. Ja, de vraag is dan, er zijn inderdaad geen wettelijke kaders of normen of provinciale normen voor. Maar is er dan iets wat we ter inspiratie hierover kunnen opnemen? Wat een goed voorbeeld is in Nederland bijvoorbeeld, hoe daarmee omgegaan wordt? Nou, ik denk, en dat heb ik laatst ook in een overleg met Dorpswerk, heb ik dat al aangegeven, dat begint met de participatie van onderaf. En waarbij zeker beleidsmakers het woord participatie goed moeten gebruiken. Participatie wordt door beleidsmakers vaak gebruikt met het informeren van inwoners en omwonenden. En participatie in de volksmond, dat is het actief deelnemen aan het proces. En de inwoners van Noord-Holland, die worden tot op heden nog onvoldoende meegenomen in dit proces. Daar heeft ook de coronapandemie mee te maken. Maar daarom, en die opmerking zag ik ook in de chat voorbij komen, is het wenselijk dat op sommige punten er een pas op de plaats wordt gemaakt. Ja, ik zit heel even van hoe kunnen we dit meenemen in de handreiking. Misschien dat we Ellen een link kunnen opnemen of ter inspiratie de participatieladder, welke niveaus van participatie er zijn en dat als je hoog op de ladder, namelijk dat mensen kunnen meepraten, meedenken, meedoen, dat bij kan dragen aan het welzijn van de mensen en de beleving van de mensen van de ontwikkeling van de plannen. Is dat een idee? Ja, ik begrijp de opmerking, maar het is wel even lastig om te plaatsen. Het zit denk ik ook wel in dat laatste blokje, die participatie. En misschien dat we daar ook even nog wat inderdaad zo'n verwijzing kunnen opnemen, maar ook wel dat het niet alleen maar gaat om, nou ja, dat we even dit goed verwoorden, dat het meenemen van de mensen ook leidt tot
ja, ik kan het niet in één keer goed verwoorden, maar een beter welzijn. Vaak is het natuurlijk als je mee hebt gedacht over een proces en je bent het eens met de uitkomst, dan heb je daar ook minder hinder van. Nou, kijk, de essentie is dat we met z'n allen, we moeten iets met de energie. En daarvoor moeten we wel enorm veel draagvlak moeten we vinden. En dat draagvlak gaan we niet op deze manier vinden. En daarom is juist die participatie van onderaf zo essentieel. En ik heb ontzettend veel respect voor de vogelbescherming, milieuorganisaties, UNESCO-gebieden. Daar moeten we allemaal aandacht voor hebben. Alleen, ik krijg nu een beetje het gevoel dat helemaal aan het eind, 100 meter voor het eindstation, dat daar de inwoners nog een keertje mogen meepraten. En dat vind ik heel zorgelijk. Dus denk daarover na. Een tweede punt wat ik graag even wil vragen is, ik heb begrepen dat het plan van Cor Buitendijk volledig wordt omarmd door de provincie en wordt opgeteld bij de restbiedingen die er zijn. Graag even de status van het plan Cor Buitendijk, want dat is een plan wat wel van onderaf is opgebouwd en wat al op enorm veel draagvlak kan rekenen. Dan gaan we toch weer even naar de inzoomen op een zoekgebied. Ik wil ook nog even reageren, Arco, op jouw opmerking over participatie. In een van de andere thematafels wordt ook een handreiking voor lokaal eigendom ontwikkeld. Dus dat mensen ook echt kunnen meedoen financieel en ook de lusten hebben van en niet alleen de lasten. Dus die is er ook, maar dat is wat anders dan procesparticipatie, dat besef ik me. Maar weet dat dat ook aandacht heeft. Ik vraag me even af of het zinnig is om een discussie over het IJsselmeer te voeren, terwijl we nog een aantal vragen... Het gaat me niet om de discussie over het IJsselmeer. Ja. Het gaat me puur even erom dat, nogmaals, ik heb begrepen dat de provincie het plan van Cor Buitendijk volledig heeft omarmd en dat gaat optellen bij de restbiedingen die er zijn. Als dat het geval is, dan komen we in heel Noord-Holland echt met een mega groot bod komen we uit. En dat zou impliceren dat we enkele zoekgebieden zouden kunnen wegstrepen om daar ruimte voor onder andere het welzijn weer mee te creëren en voor de vogels en voor het milieu en dergelijke. Dus daarom is die status van dat plan van Cor Buitendijk voor mij zo belangrijk. Ja, snap het. Odile, volgens mij ben jij ook in de meeting. Jij bent nou betrokken bij de gesprekken over die plannen. Zou jij daar iets over kunnen zeggen naar aanleiding van deze vraag? Mijn Odile is... daar is ze. Ik ben ondertussen... ik ben er hoor. Ik moest even... via de telefoon, dus ik was even zoekend. Weet je, op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de RES en aan deze handreikingen ook. En volgende week, vrijdag, is een bestuurlijk overleg met tussen alle wethouders en ook de stakeholders, dus natuurorganisaties, LTO, onderwijs, nou en dergelijke. En daar wordt bepaald van hoe we omgaan met bepaalde onderwerpen en waaronder ook het plan Buitendijk. Dus of het deel gaat uitmaken van het bod, dat is dan in ieder geval onderwerp van gesprek. En de colleges besluiten niet eerder dan 20 april echt over de definitieve vorm en inhoud van de RES. Dus het is nog te vroeg om te zeggen of dat bod van, of dat plan van Cor Buitendijk, of dat Buitendijkse plan, daar onderdeel van gaat uitmaken. Ik had anders begrepen. Nee, maar er zijn nog geen besluiten over genomen. Dus dat komt echt op dat moment. Het is onderwerp van gesprek. Zover is het. Ik wacht met spanning af. Ja, prima. Dankjewel. Ik zie ook wat opmerkingen in de chat en wat handjes. Ik denk, ik ga eerst even naar de handjes. Artie van der Laken. Ja, hallo. Ik heb even een specifiek vraagje over de geluidscontouren. Want daar worden... Die contouren worden altijd cirkelvormig aangegeven, als het ware. Want nou, zoveel meter, dat is dan gebaseerd op zoveel decibel. Maar geluid gedraagt zich volgens mij nooit constant. En is afhankelijk van heel veel factoren, zoals wind en bijvoorbeeld objecten in het landschap. Over het water reikt geluid veel verder dan bijvoorbeeld bij een bos of
rondom de stad. Wordt daar rekening mee gehouden of wordt er alleen maar sec gekeken, zoveel decibel is zoveel meter? Ellen, kun jij hem antwoorden en misschien dat Oscar Bruggemans hem kan aanvullen, je beantwoording? Zover ik weet, wordt daar niet direct rekening mee gehouden. Maar nou ben ik ook niet een expert, hè? Ik ben landschaparchitect. En wij hebben natuurlijk voor heel veel gemeenten nu wel op basis van 3 megawatt als een soort uitgangspunt gekeken waar zou wind eventueel mogelijk zijn. Als die opstellingen dan, als er dan bepaalde zoekgebieden uitkomen, dan is het even goed nog aan een, nou ja, een echt een veel meer gespecialiseerd windbureau om echt onderzoek te doen hoe die effecten nou zijn. En dan ga je eigenlijk een slag dieper en dan neem je ook die slagschaduw mee. Dus ja, eerlijk gezegd zijn dit de normen waar wij nu wel mee kunnen werken. Maar die vraag kan ik toch niet goed beantwoorden. En ik denk niet dat het zo is, maar misschien... Kijk, ik kan me ook heel goed voorstellen dat in een participatieproces bewoners wel dingen aandragen. Als ze over water het geluid veel verder draagt en ze weten dat al vanuit een weg bijvoorbeeld. Dat ze toch in de participatie aandragen, ja, maar hou daar rekening mee. Dat gaat anders werken en dan zal het toch onderzocht moeten worden, lijkt mij. Ik weet niet, als ik het mag aanvullen, Oscar Bruggemans, GGD Amsterdam. Ik weet niet hoe de geluidmodellen in elkaar zitten die hier gebruikt worden. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de ondergrond daar niet in meegenomen wordt. Als je kijkt naar wegverkeer, daar wordt altijd de objecten in de omgeving worden meegemoduleerd. En dat zijn redelijk standaard geluidmodellen. Dus ik neem aan dat dat voor windmolens ook het geval is. Ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Misschien dat iemand van anders dat in de vergaderingen dat wel weet. Maar de geluidmodellen zijn over het algemeen wel zo ingericht dat objecten en ondergrond meegenomen wordt. Dus daar zal water ook onderdeel van zijn. Ja, ik kan daar vanuit HVC wel iets over toelichten. Dus dat bij locaties met toepassing van windturbines wordt inderdaad naar de hele omgeving gekeken met alle objecten die daar zitten. En daar worden dus allerlei lokale berekeningen gemaakt om die geluidscontouren vast te stellen. Dus Arthur, je kunt bevestigen dat het allemaal wordt meegenomen. Ja, oké. Okay. En ook de windrichting toevallig, want vaak hebben we gewoon zuidwestenwind. Dat is toch... Ja, oké. Okay, dat is voor positionering van wind altijd wel belangrijk. Ja, ja, precies. Oké, dankjewel. Arnoud Olde, ten handje. Ja, goedemorgen. Ik ben onderdeel lid van de participatiecoalitie en ik wilde net even terugkomen op wat er opgemerkt werd over de procesparticipatie. Kijk, bij lokaal eigendom gaat het niet alleen om financieel eigendom, maar ook om gevoelsmatig eigendom. En daarom is procesparticipatie, zal daar zeker wel in meegenomen worden. Dat even een kleine correctie. Oké, dankjewel. Ik begreep dat mijn camera het niet helemaal goed doet, maar hopelijk ben ik wel in beeld. Simone Brands heeft nog een opmerking of een handje? Ja, dag, ik ben Simone Brands. Ik ben medisch specialist, kinder- en jeugdpsychiater. Ik heb onlangs ook al met Oscar hebben we het erover gehad, hè, over het standpunt van de GGD over onder andere de afstandsnormen die in Amsterdam behoorlijk zijn aangepast in negatieve zin. De GGD schaart zich achter het RIVM-onderzoek en daar heb ik toch nog wel wat opmerkingen over, omdat ook dat onderzoek baseert zich op oud onderzoek. Degene die het onderzoek uitvoeren, dat zijn geen artsen. En artsen maken zich nou namelijk wel hele grote zorgen over de gevolgen van geluid, van geluidshinder en laagfrequent geluid op de volksgezondheid. Ik weet niet of u het YouTube-filmpje over Windpark het Spui heeft gezien. Dat ligt er niet om. Mensen die op 700 of 600 tot 800 meter van die molens wonen, gaat om 12 gezinnen. 8 gezinnen zijn binnen 1,5 jaar hebben ze moeten verhuizen vanwege de overlast en dat ze niet meer konden slapen van het lawaai. Ook in het RIVM-rapport worden de gevolgen voor kinderen niet meegenomen. Als kinderen 's nachts wakker liggen, dan is er wetenschappelijk aangetoond dat dit leidt tot neuronenverlies. Cognitieve achteruitgang. En met name maken we ons zorgen over de plannen van de gemeente Amsterdam om die turbines juist rondom de ringweg te zetten, waar hele grote woonwijken zijn. En inderdaad, ja, dan heb je al de snelweg, maar die is 's nachts stil. Als die kinderen niet meer kunnen slapen, heeft dat hele grote gevolgen.
En wij voelen ons als specialisten, er ontstaat een steeds grotere groep bezorgde mensen in Nederland, artsen. We voelen ons eigenlijk helemaal niet gesteund door het RIVM-rapport en ook niet door het standpunt vanuit de GGD. En ik ben heel benieuwd wat men daaraan denkt te gaan doen en hoe men dit denkt mee te nemen in de plannen. He, want inderdaad, de natuur is heel belangrijk. Rondom de ringweg, dan wordt gezegd, ja, daar is toch de ringweg, daar kunnen ze wel. Dat is juist de enige natuur die mensen nog hebben, die daar wonen. He, daar kunnen ze heel makkelijk naartoe. Dus ik wil dat meegeven, dat het zijn hele mooie plannen. Natuurlijk, groene energie is prachtig, maar neem alsjeblieft alles mee en houd echt rekening met de gezondheid van mensen die daar wonen, als je zulke plannen maakt. Nou, dankjewel Simone. Je hebt een deel van de discussie die we eerder gehad hebben inderdaad weer voor het voetlicht gebracht. Dat is oké. Er zijn een aantal dingen waar ik wel even op in wil gaan. Je geeft aan dat het RIVM-onderzoek op oude kennis is gebaseerd. Mm-hmm. Oktober 2020 is het laatste RIVM-rapport hierover verschenen. En dat is waarin alle literatuur tot die tijd is meegenomen. Dus dat is niet echt oud te noemen. Want... Nee, het zijn vooral artikelen rond 2012, 2014 die daarvoor gebruikt zijn. En er is inmiddels gewoon meer bekend. Bijvoorbeeld Jan de Laat heeft een review gedaan van 300 wetenschappelijke artikelen. Dat zijn artikelen die al lang gepubliceerd zijn. En hij komt tot een hele andere conclusie. En dat is, dus dan zeg ik, ja, dat is niet bewezen. Maar er is heel veel bewijs dat het gewoon kwaad kan. Ja, voor een heel groot deel van de mensen. Ik begrijp je argument, Simone. Maar we gaan nu een soort wel eens niet de discussie beginnen. Ik wil wel even aangeven dat het rapport van het RIVM, dat hebben ze in 2017 gemaakt. En in 2020 hebben ze een update gedaan met alle artikelen die tussen 2017 en 2020 zijn verschenen. Jan de Laat heeft nog niks gepubliceerd, maar heeft wel allerlei trekt wel allerlei conclusies. En we willen ook graag weten wat hij publiceert. Want hij baseert zich namelijk ook niet op eigen onderzoek, maar op onderzoek wat er al is uitgebracht. Dus we horen dan ook graag wat Jan de Laat te melden heeft. En zien dan ook graag die gepubliceerde artikelen tegemoet. Want het RIVM baseert zich volgens mij op dezelfde artikelen. Dus het is interessant dan om de discussie aan te gaan als zijn artikel gepubliceerd is. Ja, dat is zeker interessant, want als je het RIVM-rapport gewoon leest, dan word je bezorgd. En als je de conclusie leest, dan kom je tot een ander idee. Dus daar zit inderdaad een heel vreemd verschil in. En bovendien, Frits van den Berg was een aantal jaar geleden nog heel kritisch. Toen ging het zelfs over kleinere turbines die op 1000 tot 2000 meter afstand van bebouwing zou moeten staan. Dus vanwaar deze draai. Want over turbines waar we het nu over hebben, is eigenlijk nog helemaal niet genoeg onderzoek bekend om dit zomaar te kunnen doen. En ik, mag ik hem even ingrijpen? Want we hebben helaas nog 5 minuten, 4 minuten in deze sessie. Het punt is helder. Ja. Ik begrijp dat er een discussie of een gesprek is tussen jullie. Ja. Ik wil voorstellen om voor de handreiking, Oscar, nog dat wij nog even contact hebben. Dat jij goed nog even meekijkt of alle informatie goed in de handreiking staat. Waarbij we oog hebben voor de gezondheidsaspecten rondom windturbines. Ja. Okay. Fijn, bedankt. Mag ik nog één punt toevoegen? Want wat vaak terugkomt is afstand. Dat is hier ook aan de orde gekomen. En daar gaat het vaak over de 600 meter regel die gekozen is. En in andere landen worden ook allerlei andere afstanden gebruikt. Volgens mij zijn die afstanden vaak om praktische redenen gekozen. Of zijn die niet gebaseerd op achterliggende inzichten op basis van gezondheid bijvoorbeeld. Daarvoor zijn die geluidwaarden genomen die ook naar voren zijn gebracht. 47 decibel en 1 LDEN en 41 decibel voor de nachtelijke blootstelling. En op basis daarvan krijg je ook een afstand. Maar die afstand houdt rekening dus met wat net aangegeven is de ondergrond en de objecten die daarin voor geplaatst zijn. Dus dat is een andere manier om naar afstand te kijken, door te kijken naar de geluidblootstelling en wat dat voor afstand teweeg brengt, of welke afstand dan nodig is om de gezondheid en het welzijn van mensen te beschermen. Dus dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille, om het zo maar te zeggen. Maar als GGD vinden wij het wel belangrijk, omdat dit argument heel vaak terugkomt. Dus we hebben ook het RIVM gevraagd om hier naar te kijken. Wat zijn nou de redenen waarom andere landen gekozen hebben voor verschillende afstandsnormen? En op basis waarvan
hebben zij die norm gekozen. Dus dat is wel iets wat wij nog verder uitgezocht willen hebben, zodat daar een duidelijke antwoord op die vraag kan komen. Is het nou 600, 700, 2000? Dat zijn allemaal getallen die rondgaan. Maar waar baseren mensen dat op en wat betekent dat voor de gezondheid? Het lijkt me mooi dat we in de handreiking daar een vooraankondiging of iets dergelijks in opnemen. De bedoeling is ook dat de handreiking continu geactualiseerd wordt. Hè. Als er weer nieuwe onderzoeken, inspiratie of normen zijn, dat dat ook verwerkt wordt. Ik wil toch, ik heb niet volgens mij alle opmerkingen en vragen behandeld, maar wel denk ik de allerbelangrijkste die we vandaag met elkaar wilden bespreken. Ik wilde gaan naar een afronding, want met de input van vandaag gaan wij de handreiking afronden. Wordt toegestuurd naar jullie, wordt ook op de website geplaatst en opgenomen in de RES 1.0. En de bedoeling is dat het een handreiking is, een instrument voor gemeenten, maar misschien ook andere partijen die aan de slag willen met het verder onderzoeken van de zoekgebieden. Jullie hebben gezien, het is een hele inventarisatie van geldende normen en leidraden. We wilden daar inzicht in bieden en dat op een prettige manier ontsluiten. Dus een nieuw instrument om toe te passen bij de uitwerking van de RES. Dat is het doel. Ik wilde nog even de checkvraag doen of het gaat helpen, maar zet dat op de mail. Als je denkt, dit gaat helpen, of dat mag ook straks in de chat, gaat wel helpen of gaat niet helpen voor de verdere onderzoeken naar de zoekgebieden. Dat horen we graag. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met het danken van een ieder voor jullie inbreng, voor jullie expertise. Het is toch bijzonder dat je met elkaar zoveel kennis hebt. En wat ik zeg, we zetten hem op de mail en mochten er vragen zijn, laat het weten. Dan wil ik hem hierbij afsluiten.